Een hele goede middag. Middag, ja. Het is zaterdagmiddag bij Ene. En nee, ik heb geen vlog. Waarom heb ik geen vlog? Degene die mij op social media volgen, nu wat een en ander meegekregen wat de afgelopen week extreem, extreem slecht is gegaan. Ik ben gewoon uitgeput. Ja. En ik kan gewoon niet meer. Dus ik kan wel gewoon een gezellig vlogje op gaan nemen. En net doen of dat er niks aan de hand is. Maar zo werkt het niet. En ik heb ook niets te doen, want ik kan niets doen. Ik ga wel even rond in de auto, dat ik er heel even uit ben. Maar verder... Jeetje, een glas water pakken is doodvermoeiend. Ja, mensen vroegen, ik post altijd mijn eetfoto's op Instagram, van eet je niet? Nee, ja, droge koekjes. Ik kan gewoon niet eten. Ik krijg het gewoon niet weg. En, nee, ik heb toen gisteren geprobeerd te eten, drama. Blijf wel proberen, maar ik zit gewoon zo aan tafel. Dus ja, dan gaan we weer de huisarts bellen. Het was met vakantie. En dan moet er bloed geprikt worden, ze wieden weer. Want de waarden zijn extreem weer. Het gewicht is extreem. En ja, ik ben gewoon even een wrak op dit moment. Dus ja, er komt gewoon niet veel uit. En dan heb je lekker vakantie. Maar goed, het is ook kut weer ook. Dus ja. Meiden vermaken zich. Gewoon gaat dinsdag weer aan het werk. Dus ja. En dan hoop ik me wel weer wat beter te voelen. Want zoals het nu gaat. Nee. Ik wil alleen maar slapen. En aspirine slikken tegen de pijn. En, ja. Nou ja. Dat schiet gewoon niet op natuurlijk. Dus ja, ik heb vandaag geen vlog. Want ik heb niks gedaan. En ik ga ook niks doen. Nee, alles wordt hier in het gezin even nu voor mij gedaan. Nou, dat is rete irritant voor mij. Voor degenen die mij langer kennen en in real life kennen. Ik kan er gewoon absoluut niet tegen. Maar ik... Ik heb gewoon even de handdoek in de ring gegooid. Dus ja. Sorry. Morgen ga ik het wel weer proberen. Want ja, wat ik vorige keer al zei. Ik mis het vloggen gewoon. En ik vind het hartstikke leuk om te doen. Maar ja, als je niks kan en je hebt niks te doen. Ja, dan houd het gewoon op. En ik kan wel weten dat vloggen dat ik aan het slapen ben. En dat ik zit op de bank. Nou ja, boeien. Nee. Totaal niet gewoon. Echt totaal niet. Dus ja, ik laat het hier maar bij. Ja. Life sucks. Hey, maar ik zie wel positieve dingen. En ik blijf positief inzien. Dus niet denken van, oh god, ze gooit de handdoek echt in de ring. En ze laat de kop hangen. Nee, zeker niet. Maar het is nu gewoon eventjes zen modus on en chill modus on. En verder even helemaal niks. Dus. Ik hoop weer op een leuk vlogje morgen. En anders probeer ik van de week nog even een update te geven tussendoor. Ja. Hey, dankjewel. Doei.